Je kan als ondernemer natuurlijk heel veel soorten video's maken voor je business. Een introductievideo voor op je homepage, een salesvideo voor een dienst, een eventvideo, een bedankvideo voor als mensen jouw webinar gevolgd hebben. Maar er is één video die veel ondernemers niet maken en misschien jij ook niet. Maar die wel het verschil kan betekenen tussen 0 euro of een extra omzet van 2000 euro, misschien wel 4, 8000 euro. Wil je weten welke? Welke ene video kan nu het verschil maken tussen die 0 of die 2 of 4 of 8000 euro? Ik weet niet hoe het in jouw situatie is, maar in mijn situatie, ik kan me zomaar voorstellen dat het voor jou ook geldt, moet ik soms maatwerk offertes maken, omdat die potentiële klant specifieke vragen, wensen heeft die niet in een standaard product passen. En dan gaat het vaker om die grotere bedragen. Wat doe je dan? Ga je misschien nog even rekenen, je gaat dingen op een rijtje zetten. Maak er een mooi pdfje van. Je stuurt die. Naar de klant met alle belangrijke onderdelen die in een offerte horen. Meestal is dat wat ondernemers doen. En natuurlijk hoop je dat je de klus krijgt. Wat nu als je het net even anders doet door er iets aan toe te voegen? Precies, een video. Ook al ben je van plan te mailen of te bellen, een video toevoegen maakt het net even persoonlijker, toont de betrokkenheid die je hebt omdat je die tijd en moeite daarvoor neemt. Een persoonlijke video op maat gemaakt en ik spreek uit eigen ervaring. En nee, het is niet een garantie dat. Maar het kan net het verschil betekenen tussen niet krijgen of wel krijgen. Je kan het natuurlijk eens uitproberen, alleen zuiver AB testen wordt een beetje lastig, want dan zou je bij één en dezelfde potentiële klant een video, sorry, een offerte zonder video moeten sturen en een offerte met video. En dan afwachten of hij daar nee tegen zegt. Ja, ik ben even aan het testen. Misschien zeg je daar ja tegen. Dat wordt natuurlijk een klein beetje raar. Maar als je het toepast, krijg je wel snel gevoel of het impact heeft voor jouw situatie. Ga niet alles overnemen van de papieren versie in je video. Dan gaat die waarschijnlijk veel te lang duren. Wees juist creatief. Gebruik een whiteboard voor de belangrijkste punten. Of als je meerdere varianten aanbiedt. Gebruik tekst in de montage terwijl je zelf niet in beeld bent, maar wel je stem hoort. Wees creatief. Nou, ik ben even heel benieuwd of je dit ziet zitten of misschien zelfs al toegepast hebt en wat je ervaringen zijn. Laat je reactie alsjeblieft achter in het commentaarveld. Vind ik hartstikke leuk. Ik zie je de volgende keer.